Een zeer goedemorgen allemaal. Welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Diem de Remus. Ik zou zeggen, ik geniet ook maar weer al van de dashcam beelden die ook weer al vandaag op jullie pad hier in deze vlog gaan kruisen. Maar eerst ga ik richting mijn allerliefste schatje toe. Ja, ik ga ook heel eerlijk zijn. Ik heb er juist nog mijn Q&A nog opgenomen. Dus met die is nu ook klaar, die zit nu ook in de render mode. En nu ga ik dus mijn allerliefste schat van de wereld halen. En dan ga ik, als ik dan even terug hier ben, ga ik dan even nog bezig houden met de dashcam beelden. Dan om 2:30 kwam ook Samenpunt naar hier toe. Eens even kijken. Dan kan ik het ook weer al niet opnemen, omhoog van, dat is iets privé. En dan moet ook het Worldwide Rap, dus WWW, allemaal niet te weten komen. Voilà. Nu nog mijn kous nog aandoen. Wow, laat me... Ah! Oh... Niet te rap bukken, Timmy. Dat gaat nog niet. Ha, ik wil terug mijn oude leven terug hebben. Nou. Toen mijn oude leven terug. Nee. Oké, terugkleur. ja. Dus dan weten jullie dat ik wil echt mijn oude leven terug hebben. Miljarden onder een duur. Dus en nu ben ik me echt aan het haasten. Voor bij haar te zijn. En dat in elkaar steken, dat gaat nog een uur en 3 kwartier duren. Dan moet ik dat ook nog eens in de upload nog eens zetten. Dan moet ik ook nog eens de dashcam mailen. Ook, via welk programma deed ik dan nu weer die dashcam opnemen? Ik weet het niet. En ik ben nog iets heel belangrijks aan het vergeten. Een portefeuille. Die zit hierin. Ik was even eens aan het kijken buiten. Allee. Ik ga eens vertrekken richting haar toe. Maar mensen, ik wil nog een keer zeggen, ook in deze vlog, in verband met de Q&A, of Q&A, hoe jullie dat ook noemen, stel eens deftige vragen, leuke vragen. Echt waar, hele leuke vragen. Kom aan. Oei. Een storingslijn, zie ik. Ik ga zelfs in mijn brievenbus kijken als ik terug thuis ben. En tot heden weet ik dus nog altijd niet wanneer ik eigenlijk naar OCMW moet gaan. Yippiekejee. Dat het allemaal zo stroef moet verlopen. Ik snap het soms niet. Ik ben mijn broek nu een klein beetje op aan het trekken. Voilà. Ja, ik heb alles. Voilà. Ik zie jullie samen terug. Dus ik heb... Ik kan nu eens heel eerlijk zijn. Ik ben nu nog vergeten mijn tandjes te poetsen. Als ik samen terug thuis ben, dat is het eerste wat ik dan ga doen. Mijn tandjes poetsen. Ik beloof dat. En weet je wat? Ik zal daar ook een timestapje van maken. En dan zijn jullie zeker van, oh ja, die Dimitri is nu toch niet aan het liegen. En dan zie je ook met deze blouse aan dat ik mijn tandjes aan het poetsen ben. Nu eerst, waar ook al een kijker heeft gezegd, laat even je gloeibusjes wat opwarmen. Oké, bij deze. Mijn muziek ook wat afzetten, of anders heb ik zelfs copyright claims. Welk muziekje was dat juist?
daar ben ik wel eens benieuwd. Weten jullie dat? Laat dus even hier onderaan in de comments ook weten. Ik zou zeggen, geniet van straks de dashcambeelden, wat ik ook nog vandaag op programma heb staan voor op te nemen. Allee, tot straks allemaal. Yo, 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 yo. Start falling down, and the shadows above the town. I can finally see you now. I see the fear inside your eyes. I see the pain hidden in your smile. I can finally see you now. Zo mensen, ik ben terug thuis, ik heb Bea opgehaald. Ik hoop dat jullie ook hebben genoten van de timeslap. Maar zo eens heb ik gezegd in mijn Q&A. Dat ben ik nog vergeten. Een mes. En nog een tweede mes. Voilà, ik heb mijn beide mesjes. Ik ga die even zo zetten. Voilà. Ja, daar hangt ook een papierknop. Dat is een to-do-list. Voilà, mijn sandwichjes heb ik nu open gesneden. Of hoe jullie dat ook noemen. Dan. Een laagje boter. Overal. Ik heb dat altijd graag, hè. Dus, sandwichjes met boter. Dus er moet altijd boter op zitten. Boter. Maar er is wel één maar. Dat kan wel eens vervangen worden door mayonaise. Dat is als ik sandwichjes met hesp wil eten, dan zeg het, ja. Zeg Nutella, bedrijf Nutella, of als iemand dus, ik dus ook eens naar het bedrijf Nutella is kan sturen van ja, we weten iemand die echt dagelijks Nutella eet. En jullie moeten daar eens iets rond doen. Allee. Ga je gangen. Want ik heb hier nu, wacht hè, 1. Ik zie sowieso al 2 potten staan. Van Nutella. 2. Dus even kijken hoeveel dat ik er ga uithalen. 2. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. 17 potten heb ik eerst. Amai. Lekker. Oh, en dat gaat me heerlijk smaken. Ik zie jullie allemaal straks terug. Ja. Ik weet dat ik ook nog de dashcam beelden moet doen. Maar ik ben nog altijd op mijn computer aan het wachten tot die volledig klaar is. Dan kan ik ook mijn vlog van gisteren dan in de upload gooien.
Dan ga ik nog even kijken wat we nog kunnen doen. Want samenpunt komt dan zelfs nog naar hier toe. En dan misschien tussen samenpunt en de kinesis ga ik dan de dashcambeelden opnemen. En dan pak ik jullie ook nog mee. Goed, tot straks allemaal. Jojojo, ik ga nu eten. Hallo kijkers, ik ben blij dat ook Samenpunt is langsgekomen om een en ander wat recht te zetten en al. En ik verschrok ervan de hoeveelste plaats dat ik al sta op de wachtlijst voor ergens anders te gaan te wonen. Oh, daar ben ik wel blij om. Echt waar, de hoeveelste plaats dat ik sta of zo, dat laat ik privé. Want dat kan nog altijd heel lang duren, mens. Dat kan echt heel lang duren. En dan heb ik ook nog wat huiswerk ook gemaakt. Zodat ik mijn maandelijkse vaste kosten opgemaakt. Mijn 3 maandelijkse kosten en mijn jaarlijkse kosten heb ik dan ook opgemaakt. Voor dan volgende week voor bij de bespreking van Sophie weer al wat te kunnen zeggen. Van dit zijn mijn kosten per maand. Dit zijn mijn kosten per 3 maanden. En dit zijn mijn kosten per jaarlijks. Zo gelijk, ik ga zo eens een kost zeggen. Streamlabs is een maandelijkse kost. Spotify is een maandelijkse kost, want iedereen gebruikt wel bijvoorbeeld als die een abonnement hebben van Spotify, die daarvoor moeten betalen. Voilà. Ik heb nu ook, voordat ook Open Thuis ook aanwezig was, of Samenpunt eerlijk beter gezegd, heb ik ook al de dashcam beelden ook al klaargezet. Ik ga je één ding zeggen, het gaat een redelijke lange compilatie zijn van dashcams. Niet alleen van Nederland wil ik het dus deze keer gaan hebben, maar ook uitgebreider. Uitgebreider bedoel wereldwijd. Dus ga ik het dus ook eens even kijken. Oké, dan gaan we dus ook richting, sorry, English. Dus gaat ook wel Engels aan worden ingesproken in mijn vlog en al. Mijn excuses ervoor. Ga ik het vertalen? Nee, omwille van mijn Engels is ook niet zo 100% denderend goed. Dus als ik aan het vertalen ben en het komt weer al nog anders over dan mijn vertaling, kan ik ook nog in problemen geraken. En dat wil ik ook weer al niet. Voilà, bij deze. Kijk, jullie nu laten. Kunnen we wat familie kijken? We gaan ook nog naar de kinesist toe. En na de kinesist ga ik hoogstwaarschijnlijk dan bekijken naar de dashcambeelden en daar ook een mooie compilatie van maken. Dus, maar ja, ik zie jullie nog allemaal straks terug. Yo. Kijkers, en welkom bij de dashcam beelden van ons zuidenburen. Maar ik ga het niet meer alleen maar op onze zuidenburen houden, ik ga het ook op wereldwijd houden. Want er zijn toch regelmatig wel leuke fragmenten. Maar we gaan sowieso naar onze goede maatjes eerst dashcam. De YouTube kanaal Dashcam Nederland kijken. Wat die allemaal nu weer al te sprokkelen hebben. Eens even kijken, hè. Play. Wauw, direct al goede muziek. Oké. Okay. Wat doet die vrachtwagen? Wat doet die vrachtwagen nu toch? Come on. Wat doet je? Allee. Ja. Hola, blauwe otterke. Hey, blauwe otterke. Door je hoek kijken. Ja, oké, daar komt niemand aan. En dan pas in. Als er iemand aankomt, niet invoegen. Oh jongen, echt waar. Dat was echt heel... Tanken de biel. Ja, dat was heel gevaarlijk. Fucking Mogol, jongen. What the fuck, maat. Dat is precies dezelfde. What the fucking... Die zoek ik er precies wel op. Oei, het is rood licht. Daar gaat hier een auto door rood licht. Auw. Oh, nee. Dat doet pijn. Auw. Zag je dat? Oh,
want ik kan toch nog sportelijk uitstappen. Holy ik doe even uit, ja. Ja, doe maar de deskam weer helemaal uit, want verder moet je niet vallen. Ik doe hem even uit, goed? Amai. Ja, doe maar uit. Ah, heel mooi. Eentjes die over aan het steken zijn. The Lost Generation. Oh, daar, nog eentje. Hier. Lol. Dan moet hij wel wachten. Oh, zwarte Otto. Je had haaien tanden. Je had hier haaien tanden. Jij moet wegdoen. Wat die motto doet, dat was heel goed. Waarom zit je al te flikkeren als je al weet dat daar mensen op u zitten af te komen? Jij zit zo lom om zo'n hele rij en zelfs in een bord gaan voorbij te steken. Oh my god, doe dat nu toch niet. Alsjeblieft. Ja. Dan gaan we hier meemaken. Otteke, je hebt haaientanden. Wachten opnieuw. Haaientanden, kijk. Als er geen verkeer komt, dan kun je in één keer oprijden. Want dat zijn de haaientanden. Als er een volle lijn staat, stoppen en doorrijden. En dan nog een... Oh nee, nog niet zo'n Otteke van 45 km per uur. Oh, dat kan ik de vering van krijgen, want die ging van zijn rijstrook af. Kettingpotsing, doek. Oh, allee, nu had ik dat gehoopt. Maar wat? Allee, kindjes. Dat moet je mijn dashcam houden. Ik ga toch eens kijken als alles oké is. Wow. Dat was mijn nips. Jongen. Ik was weer al bijna in een exidase. Oh yeah. Die gaat naar onze rij van komen. Waar doen we? Die rode auto. Bam! Hoe ik het toch maar wist. Ik had dat voorgevoel. Wat gaat hier gebeuren? Fucking Mongool, jongen. Het is precies dat die ene persoon, fucking Mongool, jongen, die dat zegt, dat hij daar ook heel, heel regelmatig zo precies beelden maakt. Die zoekt er precies zo wat op. Ja. Ja. Wow, die had wel ruimte genoeg, hè. Zo loop ik tot aan de schutting en dan zet ik daar gewoon dingen op. Waarom zit hij te toeteren? Zo, hé. Oh. Waarom zit hij te toeteren? Want we komen toch aan een rotonde tegen. Nou, komt de koplamp. Een eigen instelling sturen, stuur het alsjeblieft door naar Dashcam Nederland. Dashcam Nederland, alsjeblieft. Ik zal het ook de beschrijving in de bio zetten. Hij zat dus niet op te letten. Dat weet ik niet. Het kan goed zijn dat hij niet zat op te letten. Zie daar nu nog. Moet hij over gaan steken? Moet hij gaan oversteken? Bam! Ja. En dat is weer een motto en ja. Ik denk dat er iets gaat gebeuren met die vrachtwagen. Holy shit! Zo, what the fuck? Die had ik niet zien aankomen. Ik had echt de vrachtwagen van Evergreen in de gaten. En dan schiet er in één keer iemand. Doe dat dus alsjeblieft niet, hè. Oké, hier is ruimte. Maar doe het alsjeblieft niet. 1. 2 rijvakken, wat die in één keer doorkruist. Amai. En dan toch nog op de rem gaan staan. En dan toch een keer daar nog willen doen. Holy shit. Hou u op je eigen rijvak, alsjeblieft. Hou u op je eigen rijvak, alsjeblieft. Dat is een gevaarlijke actie. Wat gaat hier gebeuren? Dus abonneer je ook op Dashcam Nederland, alsjeblieft. Oh, weer al over een volle streep. Oké, hoe vaak moet ik het nog in mijn filmpjes ook gaan zeggen? Pak dan 1. De volgende afrit. 2. Oké, je komt dan hier terecht. Misschien wel in een file. Oké, ja, so be it. Maar je kunt dan daar terug afrijden. Dan zit je daar ook op uw bestemming.
En dan kun je je reis dan ook verder zetten. Ofwel naar, naar links, ofwel naar rechts toe. Kun je ook je reis verder zetten. Maar doe alsjeblieft niet over een volle streep. Echt creatief? Het is wel creatief, ja, creatief. Maar het is niet de bedoeling. Allee, wat doet die? Wat doet... Nee, kijk. Deze gaat hier helemaal te fouten. Helemaal... Wacht eens even kijken. Ah ja, het zijn drie verschillende rijstroken. En die moest op deze rijstrook dan zijn... Ja, maar dan moest die... Nee, moest deze zwarte auto het toch hebben vertraagd en hier achterin hebben aangevoerd. Zo! Let eens kijken wat hier gaat gebeuren. Wow, waar is die allemaal bezig? Ik weet niet. Holy shit! Dat is zo klote. Dat is echt zo klote als je daar moet werken. Zet alsjeblieft dan signalisatieborden dat er gewerkt wordt na de bocht. En zet dus noods ook rode lichten. Want dan kun je ongevallen vermijden. Dan heb je dit niet aan de hand. Daar kan de dashcam bestuurder ook niks aan doen. Met die zwarte kon wel nog hebben gewacht. Holy shit. Jij moet wachten, Ottoke. Jij moet wachten, want hij zat al op de rotonde. Oh, ja, ja, ja. Die moest ook opnieuw hebben gewacht, want die maakt een manoeuvre voor een oprit op te rijden. En dashcambestuurder gaat gewoon rechtdoor. Ik bedoel dat de dashcambestuurder dus op snelheid heeft verloren. We hebben het weer al over de haaientanden. Ja, weer al over de haaientanden. Ik blijf het niet herhalen. Oh, hier is weer een goed muziekje. Hier gaat wel iets leuks gebeuren. Dum. Oké, voorbij steken. Ja, oké, dat kan. Wat is die bezig? Ik weet niet wat dat materiaal gaande was. Oh ja, oké. We gaan hier terug. Ja, over de volle streep. Ja, dan daar nog tussenin. Ja, wringen. Oh my god. En daarachter had hij ruimte genoeg, hè. Hoe is die vrachtwagenchauffeur daar geraakt? In de tegengestelde richting om een autosnelweg. Hè? You kidding me? You kidding me? Dan wordt ze echt de ganse autostrade even afsluiten. Oh, en dan dat die camionchauffeur dan op een veilige manier dan draaien. Oh. Dat is kosten, kosten, kosten. Ja. Haaientanden ziet haaientanden en die gaat er tussenin proberen te wringen. Ziet, die gaat er tussenin proberen te wringen. Ziet, en dan nog zo'n gezicht denken. Van waar, nee, kom aan, hè, kom. Waarom lag je mij niet door? Waarom lag je mij niet door? Oh my fucking god, daar kan ik wel een tiering van krijgen. Want jij moest lekker wachten en die dashcam chauffeur was wel in zijn volste recht. Goed gedaan, dashcam chauffeur. Draai terug in een... Holy shit. Ja, kan ik niks op... Ja. Wat doet jij? Ah, oké, okay, maar. Want hier staat, ziet, hier staat ook in een peer. Ik dacht van, allee man, je moet je toch aan de rechterkant houden. Oh, fietser, je hebt haaientanden, jij moet wachten. Maar ja, dat... Sorry als ik... Sorry als ik het ga zeggen, maar is dat de mentaliteit in Nederland dat de fietsers toch zo graag de voorrang willen krijgen op de auto's of iets anders? Is dat zo? Laat het alsjeblieft in de comments weten. Otto, jij moet hier komen op deze rijbaan, niet op deze
Dus de auto had helemaal gelijk om te klaksoneren. Brommerke wachten. Over een volle lijn, niet doen alstublieft. Oeh, en die heeft dan ook nog eens geluk met dit hier. Pak dan de volgende afrit, of oprit. Oké, naar waar moet ik kijken, naar waar moet ik kijken, naar waar moet ik kijken, naar waar moet ik kijken. Zie iedereen remmen? Oh my god, oh my god. Wedden we? Dat hij hiermee bezig was op de gsm en dan zo aan het rijden. Dan, oh shit, ik moet stoppen. Yeah. Bijna een botsing. Oh my god, doe alsjeblieft niet. Hou je niet bezig op de gsm als je rijdt. Waardoor dat de andere bestuurders ook allemaal een uithalmanoeuvre moeten gaan halen. Oké, wat gaan we hier krijgen? Lekker een achteruit kijkkamer hakken. Oké, twee auto's die al voorbij zijn gestoken. Otto, jij kon toch al lang even ingevoegd zijn? Naar waar moet ik kijken? Oh, waarom gaat hij aan de kant? Oeh! Hè? Hè? Hoe is die hier aan de voorkant kapot geraakt? Oké. Okay. Misschien ook deze geraakt. Hier gaan we het nog beter zien. Want daar zijn die auto's. Hier, die blauwe otterke. Wat gebeurt er hier? Dat is een Tesla. I love Tesla's, hè. De meeste ongevallen zijn momenteel alle tijden. Oh my god. Wat een schade. Holy shit. En de tip voor deze schade te voorkomen, hou voldoende afstand. Dankjewel Dashcam Nederland om deze beeldenwereld te vertonen. Dus ga ook alsjeblieft naar hun kanaal Dashcam Nederland en abonneer. Dan zullen we eens even, het is dus maar in de 3 minuten en 16 minuten filmpjes, Dashcam Verkeer Nederland, ook weer al deze, is 6 dagen geleden gepost. We gaan eens even kijken wat hier allemaal te doen valt. Oeh, hier is geen geluid op. Oké, we zitten hier op een zone van 50. Ja. Hebben die niet eens al eens ooit eens al eens eerder gezien? Ja, dat hier dan in en via de grasvlakte ook wat nog opschieten. Ziet je? Toen ik zeg van, oh my god, zelfs dat hij de grasvlakte niet had genomen. Want je schiet weg, hè. Nou, waar? Eens even kijken. Oh, we zitten hier met de bus. Het is een rotlicht. Oké. Te groot. Ah nee, de buschauffeur had groen. Dus die mag zo kruisen. Dus die had rood. Dus die heeft wel gelijk met het toeteren. Ik heb een toeter op mijn waterscooter. Oké, het is rood-rood. Ja. Alle... Brommerke... Oh, dat van de rood. Volledig door het rood, ja. Dame. Hier is een voetpad. Maakt niet uit als je een rolstoelgebruiker bij hebt. Op de voetpad wandelen. Mevrouwke, op de voetpad wandelen. Want dit is geen voertuig. Handig, zo stop. Wat gaat hier gebeuren? Oh, weer een Volvo Jeep. Dus groen, groen, groen. Ja, oké, okay, ja. Jank, oké, okay, ja. Invoegen, oké, okay, dat kan ook nog. Nou, weer over een volle lijn. Wedden we over de volle lijn? Ah, toch niet.
Maar ziet eens hoe die andere Volvo tegen de andere Volvo zit te plakken. Bumper aan bumper kleven. What the fuck? Ja, daar heb je dan, hè, blauwe Volvo-rijder. Ja, want die wou dan u laten passeren. En jij wil toch snel zijn, toch langs de andere kant nog te passeren. En dan, oh nee, nee, geen brake check. Please, doe dat nu toch niet. Alsjeblieft, geen brake check. Daar veroorzaak je ongevallekes mee. Oh nee, en dan nog zo agressiviteit op de autosnelweg, waardoor dat andere bestuurders ook nog in gevaar komen. Oh, jezus, die twee moesten ze van de baan plukken. Eigenlijk niet de voorste. Oké, hier zitten we aan een mobilon. Een Duitser mobilon? Ja. Schoon. Nee, die gaat achteruit. Die gaat achteruit. Wat ziet die? Staat achteruit. Oh, nee, 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 nee. Bam. Trop. Ja, dat is schade. Gast. Kunt je alsjeblieft ook in die achteruitkijkspiegel kijken, want jij hebt iets geraakt. En dat was het. Ah nee, dat was het niet. Dus even kijken waar we hier tegen gaan komen. Oh nee, nee, kijk achter alsjeblieft in uw dode hoek. Voor te kunnen in te voegen. Want nu heeft deze BMW moeten remmen. En niet in één keer vlot kunnen door blijven rijden. Daardoor creëert je ook files. Oh nee, wat doet die nu? Oh. Die kijkt echt niet in zijn spiegel, hè. Kijkt echt niet in zijn spiegel. Nee. Oké, dit waren de dashcam beelden van Verkeer NL. Dan heb ik hier ook nog eentje best. Deze gaan we niet doen. Deze wil ik ook nog even doen. De UK dash camera's. We gaan ons even de zee over naar Groot-Brittannië. Of beter gezegd Engeland. 11 minuten. Oké, okay, let's go. Ben je op zoek naar een tweedehands auto? Ik haat de reclame. Auto Hero heeft de beste deals voor jou. Bijvoorbeeld deze Peugeot 2008 vanaf 9.200 euro. Of deze Volkswagen Golf vanaf... Oké, voilà. Eens even kijken, hè. Wat we daar allemaal gaan tegenkomen. Oké. Reclame blijkbaar al eerst. Oké, here we go. On way to run, run your car. Oké. Holy shit, man! Die had ik niet zien aankomen. Die had ik echt niet zien aankomen. Je ziet direct zo tegen die vangrail aan. Wow, oh jezus Maria. Holy shit, ja, daar staan ze aan de kant. Met schade. Ja. I'm gonna say right now that that's most of your moments. You've not had the graceful and coping well with this era yet. No, we will get to that. Dat is totaal niks van. And your dad said, look, see, they're over the line again. Pulled over without indicating. Ik weet niet waar hier heeft. Ah, die zit zo echt zo wat te zigzaggen. Maar je ziet ook wel dat dat een leerling is. Dan rijdt hij niet om een bus. They are a menace. Ja. Ja. Dus die persoon is nog aan het leren rijden. So now he's trying to make it all up and getting it all wrong. So he's decided what? In a rule for his stuff. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. We kunnen een lekkere zonnebolken hier opdraaien. Oké, wat gaat hier gebeuren? Die gaat precies op de bijstroot, oké. Okay. Nee, toch niet. Die gaat op de bijstroot, oké. Okay. Ah, daar hier ook al. En ook in Engeland doen ze het. Pak dat toch de volgende afslagstrook. En keer dan terug. Holy shit, die zwarte. Die deert het. Die deert het nog wel voor die rode auto in te
schieten. Mooi ingevoegd. Ja. Holy shit man, wat doet die man? Dat zijn twee gekken, dat zijn twee straatracers. Holy shit, die moesten ze echt van straat pikken. Oh my god, wat doet die man? What the fuck? Ja, dat is een goede reactie. What the fuck? A small bump in the traffic, oké. Okay. Auw, achterop gereden. Er is file, hou afstand. Dat is de schade. Auw. I don't think you're supposed to be there. What are you kidding me? Waarom zit je daar? Je moet op de andere kant van de racerokke zijn. Huh. Die was dus aan het spook rijden. Ja, geef die voorhanger wat. Ja, mooi. Oh, wow, wow, wow. Echt in de... Oh, dat blijf ik altijd zeggen. Hè. Ook voor Nederland, België... Waar dat je ook zit op de wereld, kijk over uw schouder heen. Kijk over uw schouder heen. Au. Die witte gaat naar onze reis komen. Kijk hè. Ja, ziet zo. Tussenin wringen. En dan nog een. Ja hoor. Het is hem gelukt. Een applausje. Leuk muziekscherm. Die reto rood en die witte. Ja. That was the wrong line for the going. Wow, dat is ook gedurfd. Ja. Oké, wat gaan we hier? Oh. Weer als zo'n invoegstrookje. Gaat er iemand overrijden? Oh, we moeten die zwarte dingen invoegen. Oké. Doe dat nu toch niet voor een vrachtwagen inschieten. Oh shit, die vrachtwagen moet echt manoeuvreren met zijn vracht. Die lag bijna op zijn kant. Wat gaat je doen? Oh my god, pak toch weer de beslissing. Oei, ik moet hier even met de camera wegdoen. Hier zien we een zwarte auto. Hij moet remmen, ja, het is wel groen. En die was niet op het letten. Die was echt niet op aan het letten. Kijk, ik heb ook eens in een keer teruggespookt. Zie je, die was niet op aan het letten. Hier weer nog zo eentje. Oh my god, doe dat nu toch niet. Ja, dat is schade. Oh, leuk, groene auto. Jee, en een witte auto. Wat gaat hier gebeuren? Die witte auto gaat hier nog tussenin wringen, zeker. Bam, ik wist het. Oh, maak het toch alsjeblieft niet zo moeilijk en zo gevaarlijk voor iedereen. Oh, kabinetje, pas op toch. Ja, met z'n hand. Ja, met uw hand, ja. What the fuck? Holy shit. Dat was ook wel een tegenligger daar, hè. Kijk, als je kunt voorbij steken. En geen andere mensen in gevaar brengen. Dus als je Engelse dashcam beelden hebt, dus naar daar naartoe sturen. Hè. Going. En ja, het was rood daar nog. Ja, en die reed gewoon door rood licht. Holy shit, had je dat gezien? Die witte moest je in de gaten hebben gehouden. Want hier ging het gebeuren, hier zo. Dit moet je in de gaten houden. Pataats ertegen.
Oeh, dat is veel schade. Dat is richting pijstroksknop. En kijken wat de schade gaat zijn. Dat staat slow op de... Oké, dus rustig af aan. Allee, rij rechtdoor en pak dan de volgende afslag. Hoe vaak moet ik het nog zeggen? Hey, het is rood licht, hè? En dan nog eens tweede keer veel te snel voorbij in de werkzaamheden. Oeh, die rode auto gaat door rood, rood, rood. Bijna gecrashed. Wat gaan we hier nu niet meemaken? Oh, die zwarte auto. Oh, die ging niet een keer naar de andere rijstrook toe. En die witte gaat over de volle streep. Ziet je? Oh, hoe vaak moet ik het nog zeggen? Oh, Jezus Maria. Die reed wel erg traag. Of lijkt dat niet zo? Oh my god. Oh my god, oh my god. Daar ging het maar net goed. Ja, die vrachtwagen die pakte wel in een keer scherp de bocht. Red light not stopping this driver. Oké, dus rood licht. En joink, in het rood licht. Weer al, doe dat alsjeblieft niet. En dat is weer al reclame. Ah, ik haat dat. See your description who you are. Oké. Oh, Jezus. Kijk in je dode hoek. Je hebt je schade. Wat is die rode auto allemaal van plan? En dan nog eens. Die gaat achteruit. Ouch. Mwah. Mooie kusje naar elkaar toe. Ja, stap nog maar uit. Oh, ik heb schade. Moet je een aanrijdingsformulier kunnen invullen. Oei, aquaplanning. Oké. Ai. Oeh, holy shit. What the fuck? Wee! Die heeft het moment van zijn leven beleefd. Holy shit, man. Die komt er toch wel niet lichtgewond eruit. Dat moet je mij niet wijs maken. En dan heb je die ene keer die dashcam bestuurder. Die wordt dan ook betolverd door modder. Eeuw. Oh, die ziet echt niks meer door de vooruit. Ah wel, dan ben ik al heel veel bedankt om naar jullie te kijken. Ik ga jullie ook de description even laten zien van deze kanaal. Welkom to de UK Dash Cameras 2024 Compilation 37. Thank you all to have been sending clips in this week. Clip submission, please email them to clips@ukdashcameras.co.uk. If your clips are too large to send via email, check it out this forum.
Dan staat daar een linkje http://bit.ly/2nrrw2l or visit https://wettransfer.com and put my email clips at uk-cameras.co.uk in the email to section. Dus ja, dus als jullie Engelse dashcam beelden hebben, stuur het dan naar die kanaal toe. Ik dank je allemaal om een deel uit te maken van mijn leven. Ik ga hier ook de vlog in één keer op mee afsluiten. Vergeet geen duimpjes omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet mijn buiten te drukken. Dan blijf je op de hoogte wanneer er een nieuwe vlog of iets anders er gebeurt. En voor de rest zeg ik altijd altijd. Yo 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 yo